Over ongeveer een maand staat de Grand Prix van Zandvoort op de planning. Momenteel zijn we bovenop het circuit, zouden we mogen zeggen, van Zandvoort, former Michel Blekemolen. Als je zo achter je kijkt naar de eerste bocht waar de auto's scherper rechts draaien, wat gaat er dan door je heen? Veel. Daar ben ik denk ik 30.000 keer doorheen gereden. Na 52 jaar racen. Dus dat is een speciale bocht. Dat is ook een van de weinige punten dat je iemand echt voorbij kan steken. Zeker in Formule 1. Dus dat blijft het mooiste stukje van het circuit denk ik om te zien. Mijn volgende vraag was, hoeveel rondjes denk je dat je hier gereden hebt? Maar dan is 30.000 niet eens overdreven. Ik heb hier nationale kampioenschap gereden, maar ik ben niet altijd zoals de laatste 2 jaar heb ik hier geen races gereden. Dus ik zit altijd over de grens. Dus moeilijk. Ik heb 1000 raceweekenden, 1020 heb ik gedaan, 1800 starts of zo. Wat zal ik hier gereden zijn? Ik kan het wel een beetje bij mijn nadering een keer opzoeken, maar het zullen zomaar 10.000 rondjes zijn, ja. Ben je dan ook misschien wel de coureur die hier de meeste ervaring heeft op de baan, de meeste rondjes? Of zijn er nog mensen die er overheen gaan? Nou, nee. Ik weet dat Cor Euser is een nationale held. Die zal aardig in de buurt kunnen komen of misschien wel meer. Maar ik zou het ze gewoon niet weten, want 52 jaar racen is toch wel een heel ding, ja. 52 jaar, dan heb je natuurlijk ook een beetje verschillende Zandvoorts meegemaakt. Het oude Zandvoort, nu het nieuwe Zandvoort. Wat is het grote verschil? Ik heb alle configuraties meegemaakt. Het is echt ongelooflijk als ik eraan denk. Wij gingen vroeger hier de heuvel over. En dan gingen we het schijfvlak door en dan gingen we daar weer rechtdoor. En dan reed je eigenlijk daarna alles vol gas met een lange rechtstuk totdat we hier weer kwamen bij de Tarsenbocht. Dus toen werden er wat chicanes ingebouwd. De Marlborough-bocht kwam, de Panorama-bocht. En op een gegeven moment hield dat ook op, omdat het vakantiepark claimde wat grond nodig te hebben. Toen heeft Hans Ernst dat heel goed gedaan, heeft de boel gered. We hebben een interim circuit gehad. Toen is daarna het circuit een gedeelte is gebruikt. En na het schijfvlak zijn we rechtsaf gegaan met een paar slingers. En ja, weer een fantastisch mooi circuit van 4 kilometer ruim. Mis je het oude circuit? Het was wel bijzonder. Ook omdat het gewoon gevoelsmatig zo lang was. En dat is nu bijna net zo lang, dat is het gekke. Maar dat was gewoon een andere dimensie. Is er nog een deel aan het circuit die jij graag zou willen veranderen? Nee, ik denk dat zeker de ombouw. Het circuit heeft zulk goed werk gedaan met de ombouw van alles. Ik zou niet weten wat er veranderd zou moeten worden. Ja, het rechtstuk een beetje verlengen. Maar goed, dat is natuurlijk uit den boze. Want dan moet je de Tarsenbocht gaan verlengen die kant op. Nou, ik denk dat we daar met alle activisten en mensen als Groenen enzovoort. Ik denk dat we dat niet gaan lukken. Maar je weet maar nooit. We dachten ook dat de Grand Prix niet zou komen. En hulde aan het circuit hebben ze ook voor elkaar gekregen. Het mooie is, ik sta nu tegenover je. We hebben het over circuit Zandvoort en je begint ook meteen te stralen. Wat maakt nou dit circuit dan zo speciaal voor jou? Nou, dat is... Kijk, wij zijn het gewend. We komen hier altijd. Maar als ik zo naar links kijk en naar rechts. Die duinen, het is hier zo mooi. Het gekke is dat ondanks alle protesten enzovoort hebben we hier een verschrikkelijk mooi natuurgebied. Ik hoor dat ook als ik met andere rijders zit te praten in het buitenland die hier dan net gereisd hebben. Die zeggen allemaal, ja, fantastische circuit, hier zit van alles in. Dus daarom straal ik. Het is gewoon een mooi en leuk circuit. Het is ook, je zou bijna kunnen zeggen, ook wel een oud en klassiek circuit. Naar daaronder valt bijvoorbeeld ook Spa. Nu is het gerucht dat Spa zou gaan verdwijnen, dat er nieuwe straatcircuits op de planning komen. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja, Spa verdwijnen vind ik ook, want Spa is in mijn optiek nog altijd de mooiste baan, is de Nürburgring. Dat is natuurlijk 23 kilometer en fantastisch, dat vind ik het allermooiste, maar daarna komt Spa. En dat is niet voor het publiek zozeer, maar het is voor de racer in de auto. Dus ik zou het heel jammer vinden als dat ook met Formule 1 weggaat. Het is natuurlijk een niet ongevaarlijk circuit, dat Spa. We hebben best wel heftige dingen meegemaakt. Zeker bij Eau Rouge. Ik heb vorig jaar zelf mijn rug nog gebroken op Spa. Dus ik weet er alles van. Maar ik zou... Nee, niet Eau Rouge bij Piefpaf achterop. Heel slimielig, een heel gek ding. Had overal kunnen gebeuren. Maar in ieder geval, het zou zonde zijn als die weg zou gaan.
Nou, terugkijkt op de editie van vorig jaar, was eigenlijk perfect. Hoe denk je dat de 2022 bolides het hier gaan doen? Ja, ik denk dat dat in verhouding allemaal hetzelfde blijft. Het is toch weer... Het maakt niet veel uit. Je ziet op die circuits ook, de rondetijden kunnen we vergelijken. Is allemaal een beetje traceerbaar naar wat het was al. Vorig jaar, fantastisch lekker weer. Max Verstappen had pol. Max Verstappen won de race. Ja, wat moet er gaan gebeuren waardoor we dat evenement kunnen overtreffen? Ja, dat is heel moeilijk. Dat is een gemene vraag. Want als je geslaagd bent voor je diploma, dan kun je bijna niet meer nog een keer dat diploma halen. Maar goed, de organisatie Canon hebben heel veel geleerd natuurlijk. Maar er is bijna niks fout gegaan. Hè? Alles was zo goed. De hele infrastructuur naar het circuit toe. Dus hoe moeten ze het nog beter doen? Dus ja, moeizaam. Maar als Max maar weer wint, ik denk dat dat dan ook een hoop goed gaat maken. Wat kan, je ziet nu bij jou op de achtergrond, zie je eigenlijk nog een beetje een kale vlakte. Over een paar weken staan daar ontzettend grote tribunes en als het mee zit 100.000 man. Wat kan zo'n oranje volk voor zo'n coureur doen? Wat gaat dan in zijn kopje om? Wat het volk kan doen, dat is best veel. Hè, dat denk je misschien van niet. Maar het is toch altijd mooi als je rijdt en je ziet ook die bewegingen op de tribune. En je weet dat dat allemaal jouw fans zijn. Dus dat zal ook, dat zien we ook in Oostenrijk altijd natuurlijk. En ja, dat doet Max best wel wat. Het is natuurlijk een hele lastige vraag. En misschien ook voor de hand liggend wel. Maar wat wordt de top 3 van de Grand Prix van Nederland? Wie die gaat winnen is denk ik toch wel Max. Want dat is ook een baantje voor hem hier. En dat is ook wel weer à la Oostenrijk. Het is van alles wat. En ja, ik zou niet weten hoe het anders moet. Maar ja, pechduiveltje kan ook nog toeslaan. Maar ik zet al mijn geld op Max.